Meneer, u speelt toch ook als beveiliger hier? U bent toch ook net beveiliger? Hallo mensen van Biome Town, ik ben Rick van Serpent Gameplay en we staan hier op Epicon en welkom bij een nieuwe Rick's avonturen. Hey, alles goed? Ja hoor. Ga nou een keer wel praten. Ja, nu wel ja. Ik kijk me al vet lang, vet eng aan en nu praat je. Ja, ik praat inderdaad. Kijk nu ook naar je ogen, wat heb je enge ogen? Ik weet het. Kijk de camera in met die enge oogjes. Ben jij een soort rare Pikachu? Nee, ik ben niet van Pokémon. Ik ben van League of Legends. League of Legends, wat is dat nou weer, hè? Nou, ik vind het knap dat je die kent, want League of Legends is een MOBA game waarin verschillende champions tegen elkaar vechten en ik ben een van die champions. Zou je gewoon beter als Pikachu kunnen gaan? Het zou makkelijker zijn geweest, maar dit is toch wel een uitdaging om te maken. Dat vind ik wel leuk. Hey! Oké, geen commentaar. Duidelijk, geen commentaar. Hey! Hallo! Hey! Enthousiaste mannen, daar ben ik dol op. Hey Kees, ben jij vandaag verkleed als YouTuber? Ik ben vandaag verkleed als YouTuber. Als YouTuber hoor je dan ook een shirt aan te hebben. Dat is hoe je het kan zien dat ik een YouTuber ben. En vooral het bandje, dat laat zien dat je een YouTuber bent. En een gekke kapsel, hè? YouTubers hebben vaak gekke kapsels. En als je eraan ruikt, dan ruik je gewoon dat het stinkt. Dus wat doen jullie vrouwtjes hier nou bij de Epicon? Ja, we zijn aan het flyeren en zo over Dark Dragon Books. De uitgeverij van een stripboek hier. Sponsor. Ik stel je één vraag, je begint meteen te noemen voor wie je werkt. Ja. Ik ben Rick, ik vul vakken bij de Albert Heijn. Zijn dat contact lenzen? Zijn wel contacts, ja. Oei. Geheim, je bent niet meer in character. Oh, ik ben niet meer in character. Je bent geen zombie, hoor. Je kan gewoon praten. Ik kan praten, ja. Anders kan ik geen boeken verkopen hier. Je bent een commerciële zombie. Ik ben een commerciële zombie. Ik ben een flyer zombie. Ja. Brain food. Goedendag. Wil jij vandaag beveiliger? Ja, ik ben alleen de beveiliger zonder stem. Dat is een hele aparte rol. Ben je dat ieder weekend? Of, nee. Neem je die rol ook mee naar huis als beveiliger, cosplayer? Nee. De echte beveiliger is eigenlijk wel leuk dat je dit doet. Meneer, u speelt toch ook als beveiliger hier? Toch ook net beveiliger? Bent u een echte? Zelfgemaakt? Ja, ik heb alles zelf gemaakt. Oké. Waarvan zijn jullie trouwens? Internet. Oké. Ken je dat? Ja, dat ken ik. Leuk. Het is best wel populair. Vrijwilligerswerk. Oh, het is wel hobby dus? Ja, het is wel hobby. Dus werd gevraagd of er zin had om langs te komen, ja. Ach ja, ik doe mijn gekke kleertjes aan en ik ga ervoor. Ja, zoveel kansen krijg ik niet. Je loopt niet iedere dag door het huis zo. Nee, wordt zo lastig. Verzamel niet zoveel kattenhaar. Ik ben een beetje kattenvrouwtje. Mag ik even wat vragen? Ja, tuurlijk. Ben jij als klein persoon? Nee, ik ben een klein persoon. Echt waar? Nee. Ik dacht dat het een truc was, joh. Nee, we zijn daar voor de Game of Thrones show. Ik ben het... Ben jij die ene Lannister, die kleine? Nee, ik ben de directrice. Oh nee, dat heb ik niet geraden. Een lange uit de Efteling, of niet? Jij bent lange Jan. Mini en Maxi. Die ken ik niet. Die beter als Catwoman eigenlijk? Nee, niet mijn ding. En we hebben hier al een hele mooie rondlopen. Waar is Catwoman dan? Ergens. Van die grote memmen. Ik kan niet zeggen dat ik erop gelet heb. Ik stel logische, nee, goede vragen. Sexistische vragen die echt niet fijn zijn. Niet fijn? Ja, wij zijn geen vrouwtjes. We gaan het niet hebben over iemand anders zijn borsten die er niet eens is. Dus. Ze is er niet, ze zei van wel. Maar ik ga wel eerlijk zijn. Als je zegt van wil je even een paar vragen beantwoorden, dan is dit niet wat ik verwacht. Nou, ik ga wel weer weg hoor. Als wie cosplay jij? Ik geen. Als mezelf. Cosplay Timo. Tjo. Ja. Hoi.